Ja, een coronacrisis, een vertrouwenscrisis, een politieke crisis, een economische crisis. Het is niet mis op dit moment. Ik ben ook wel benieuwd hoe de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff, daarover denkt. We hoorden net meneer Vonhoff, goedemorgen, zeggen goedemorgen, dat in deze tijd een economische crisis, zo'n politieke crisis, er niet nog eens even overheen moet komen. Hoe staat u daarin? Ja, dat deel ik helemaal, wat Bert Bakker zei aan het eind. Het is niet alleen vertrouwen van de politiek in de politiek zelf, maar ook van de Nederlandse ondernemers in de politiek. En we staan voor nog een hele, hele lastige eindfase, wat wij hopen in ieder geval, van deze crisis. En dan heb je het nodig dat de politiek nu met name het noodsteunpakket verlengt en vooral ook met een herstelpakket bezig gaat. Ja, we hebben al opgeroepen, doe dat nou al parallel aan de formatie in de hoop dat het een snelle formatie zal worden. Maar nu het erop lijkt dat die formatie nog wel even kan gaan duren, zijn wij dubbel zo hard in onze oproep om in ieder geval nu breed in de Kamer een herstelpakket te gaan maken. Ja, bent u dan ergens wel blij dat Rutte dus nog aanblijft voorlopig? Ja, ik denk dat, ook daar volg ik Bert Bakker net, ik denk dat de crisis nog veel groter was als er ook een leiderschapsprobleem bij de VVD was ontstaan. En dan is maar helemaal de vraag of je dan nog en hoe je dan nog goede meerderheden kan maken en dat vertrouwen in elkaar kunt herstellen. Dus ik ben blij dat er in ieder geval nu helderheid is en dat de minister-president weet wat hij moet doen. Maar wat ons betreft is het eerste wat hij moet doen, samen met zijn demissionaire kabinet, maar missionair als het gaat om corona, aan de slag om dat noodsteunpakket en dat herstelpakket in de benen te krijgen. Dank voor de toelichting. Sorry, ja, Jacco, ik ga je eventjes onderbreken. We zijn bijna aan het einde van de show en volgens mij was het helder. Dank. Ja. Is het een terechte zorg, Siep, wat Vonhoff zegt? Je bedoelt dat de regie over de coronacrisis en de steun van de bedrijven... Noodsteun. Nou ja, maar er zit bij die noodsteun ook nog een andere kant in de zaak. We hebben gisteren het Centraal Planbureau gehad. En die zegt juist, het wordt tijd om eens een keer af te bouwen, die steun. Dus dat is... Daarmee is geregistreerd dat het een belangrijke politieke vraagstelling is die moeilijk door een demissionair kabinet afgehandeld kan worden. Ja, precies. Maar moet het dan dus bij de Kamer liggen? Want die ondernemers kun je niet nog langer in onzekerheid houden, lijkt me. Ja, dit is dus, ja, het is ook heel moeilijk om te zeggen. Dat is heel lastig. Ja, ik denk dat natuurlijk heel weinig, hè? Precies. Ja, en hun wens van tevoren was natuurlijk echt van: we gaan zo snel mogelijk die formatie doen en dan kunnen we tenminste met zo'n herstelplan snel aan die crisis verder. Maar ja, nu lijken we eigenlijk nog verder terug te zijn. Dus, dat is misschien wel waar het ook in misgegaan is, hè? Want Rutte wilde juist, denk ik, doorpakken, vaart maken. En daarom zijn die verkenners misschien al te veel dingen gaan doen. Ja. Dat wordt gezegd, van dat ze inderdaad daarom al allerlei zaken aan de orde hebben gebracht die je normaal niet in een verkenningsfase al bespreekt. Aan de andere kant denk ik, ja, zoiets als omzicht, dat is natuurlijk weer een ander geval. Maar dat klopt natuurlijk dat ze in die zin wel de vaart erin wilden houden, dat een van de redenen is. Ja, de grote weeffout is natuurlijk, maar dat zit sowieso in de positie van het fenomeen verkenner. Dat hadden ze misschien überhaupt nooit moeten doen. Dus toen de koningin eruit werd gegooid uit de formatie in 2012... En toen is het fenomeen verkenner geïntroduceerd en die werkt in opdracht van de oude Kamer. Dat is een foute zaak. De oude Kamer moet informatie doen, dan moet een nieuwe Kamer. Er zijn ook mensen die heimwee krijgen naar dat proces met de koningin, nu dan de koning. Dus gaan we zo nog even over doorpraten, want we zijn er nog tot 10 uur. Nu